Hallo, hier ben ik terug. Ik ben gisteren geweest naar het Ethion Forum 2016. Ethion, het voormalige VKW. Een heel inspirerende dag in Antwerpen en ik ga dieper in op de woorden van de keynote-spreker Lars Kolind. En in zijn keynote daagde hij een stuk het publiek uit om te vragen van tja, Belgen, jullie zijn nogal tevreden met de groei van 1%, terwijl dat er eigenlijk een noodzakelijke groei van 3% werd verwacht. Nu, wat zijn de drie oorzaken uit die bevraging van Lars Kolind? En in eerste instantie, de eerste zijn een stukje cliché, een complexe overheid. En Lars Kolind gaf dit ook wel toe. En we hoeven niet blind te zijn. We kunnen er niet naast kijken, inderdaad. Uiteraard ook de hoge loonkost. Maar bovenal, en daar kon hij wel de vinger op leggen, is dat wij als Belgen vaak te bescheiden zijn. Een stuk gebrek aan ambitie. En dit zit voor een groot stuk in ons. Dus met andere woorden, hij gaf de bal ook terug aan het publiek om even te gaan kijken, om uw bescheidenheid een stukje aan de kant te gaan plaatsen. Uitgangspunt, heb ambitie om iets te realiseren. En hij gaf ook ons enkele recepten mee. En een eerste recept, en ik benoem ze alle drie, in eerste instantie leiderschap, strategie en organisatie. Nu, je hoeft geen Lars Kolind te heten om die drie woorden te bedenken, maar zijn insteken vond ik uitdagend en toch ook wel interessant. Zowel op organisatieniveau, maar ik kijk ook vanuit mijn eigen praktijk, wat kunnen wij hier leren als mens. Dus zijn uitgangspunt. Eerste uitgangspunt is leiderschap. En hij beschreef twee typen leiders. De bos en de unbos. De bos, de traditionele baas, die uitgaat van macht, geld, dwang, heel sterk gericht op de shareholders. En hij daagde het mannelijk publiek, overwegend mannelijk publiek, uit, Lars Kolind, door die bostypes als mannelijk te gaan beschouwen. En ik moet wel zeggen, bos en unbos was dan een stuk ook de rode draad doorheen de avonden. Of doorheen de avond, excuseer. Een tweede type leider is de unbos. En die unbos is vooral gericht op de stakeholders. Dus met andere woorden, een heel sterk stuk breder, heel sterk klantgeoriënteerd, waardecreatie. De unbos heeft eerder een hoger liggend doel en hij beschreef het als de vrouwelijke types van de mens. Dus het unbos is vrouwelijk. Opnieuw hooide Lars Kolind uiteraard een stok in het hoenderhok. Dus zijn tip is unboss yourself. Dus ga uit van waardecreatie, een hogerliggend doel en richt op uw stakeholders. Tweede recept was strategie en daar sluit ook een stukje die waardecreatie bij aan. Het durven vragen naar het waarom. Waarom we iets doen. En Lars Kolind gaf enkele voorbeelden. Dus is ooit aan het hoofd gestaan van een bedrijf dat heel sterk inzette op hoorapparaten. En het was niet zo van laat mensen opnieuw horen. Hij ging eruit van laat mensen glimlachen. Make people smile. Daarom doen we het ook. Ja? Ook in de waterindustrie. Het maken van waterpompen. Streven naar goede machines. Akkoord. Maar vooral streven naar proper water, clean water. En vanuit deze strategie zorgde ervoor dat mensen tot bij hem kwamen. De grote NGO's in dat clean water voorbeeld, die kwamen automatisch. Met andere woorden, laat je betalen of laat je benaderen door mensen die iets voor u kunnen betekenen. Met andere woorden, ga in creatie, en nogal een mooi modern woord, in co-creatie met uw stakeholders, met uw, in dit geval,
klanten en externe organisaties. Het derde niveau, naast leiderschap en strategie, had het Lars Collind over de organisatie. En heeft daar toch wel enkele leuke uitspraken gedaan die voor mij als KMO, als kleine organisatie, mij toch een streepje voorgeven op de grotere organisaties. En de kleine teams realiseren vaak grote dingen en grote teams realiseren kleine dingen. Vandaar ook dat hij heel sterk richtte op, we spreken niet meer van personeelsleden, medewerkers, maar van associates. En ik ben gisteren in mijn terugweg van Antwerpen naar Ieper. Hoe kunnen we nu associates gaan correct vertalen naar het Nederlands? En je komt erop neer, creëer associaties met uw medewerkers. En ik ben eerder van oordeel, het klopt, associates, maak associaties. Trouwens, de kiem van creativiteit. En ik ben eigenlijk gevallen op twee mooie woorden. Metgezellen en eerder Frans klinkend, compagnons. Dus creëer een relatie in plaats van werkgever-werknemer, een associaties, creëer relaties van metgezellen en compagnons. Ook op organisatieniveau sprak hij ook, en ik heb het zelf vertaald, naar medewerkersdemocratie. Laat medewerkers hun bazen kiezen. Laat medewerkers hun managers kiezen. En breng medewerkers aan de andere kant van de tafel. En hij verwees ook heel sterk naar de vakbonden. Nu, de vakbonden en ook wel de medewerkers die de werkgevers die een heel conventionele manier van benaderen hebben van leiderschap. Nee, breng de vakbonden mee aan de andere kant. En hij gaf ook enkele voorbeelden waar medewerkers mede-eigenaar waren van de organisatie en dat die bedrijven het absoluut niet slechter deden dan de traditionele manier van zaken doen. Belangrijk, het is allemaal een mindset. En hij verwees heel sterk naar die mindset. En hij gaat uit van een mindset van openheid. En ik wil heel graag eindigen met iets die ik heb afgeleid. Een belangrijke tip die ik heb meegenomen. Het is een tip voor positievelingen. Frustreer de negatievelingen door te tonen wat je doet, omdat ze zelf niet in staat zijn te doen wat jij doet. Dus frustreer de negatievelingen door te doen, door te tonen, door open te zijn wat jij doet, want ze zijn niet in staat te doen wat jij doet. En dat vond ik een hele mooie finale eye-opener van Lars Collind. Voilà, dit was mijn uitgebreide vlog. Ik wil in ieder geval het Etion netwerk van harte bedanken. Het is een heel geslaagde activiteit en het was uniek om die persoon, Lars Collind, aan het woord te horen. En heb ik in ieder geval veel tijd gewonnen, want dan hoef ik niet meteen boeken te gaan lezen, want een mee mogen maken van een dergelijke activiteit is winst gegarandeerd. En het grote voordeel, ik ben een kleine organisatie en de tips die van Lars Collind komen, kunnen voor mij heel snel geïmplementeerd worden. Met andere woorden, ik kan mezelf gaan unbossen. Voilà, tot binnenkort. Dit was mijn verslag van het Etium Forum 2016.